Stel je voor, je hebt een zonnepaneel en die zonnepaneel, als daar de zon op schijnt, levert die spanning. En dit doen we iets slims. Die spanning die gebruiken we om een schijnwerper aan te sluiten. En die schijnwerper die schijnt weer op de zonnecel. En dus kan het licht van de schijnwerper worden gebruikt om de schijnwerper zelf te laten branden. Oftewel, je hebt licht voor niets. Dat zou prachtig wezen. Maar helaas, het lukt niet. Waarom? Daar gaan we het over hebben. Rendement en energiebesparing. Kijk eerst eventjes naar iets heel anders. Een marathonloper. Ja, eventjes lezen waar het over gaat. Ja, het gaat natuurlijk om de energie. Er staat dat hij per seconde 1,5 kilojoule energie via de spieren omzet in 0,3 kilojoule arbeid en 1,2 kilojoule warmte. Ja, je ziet, alles wat erin gaat, is ook alles wat eruit gaat. Wet van behoud van energie. Maar die energie komt er maar voor een heel klein beetje nuttig uit. De rest is warmte, oftewel verlies. Die nuttige arbeid, die kun je berekenen. Ja, arbeid is F keer S. Dus de nuttige arbeid is kracht maal verplaatsing. Dat verlies, ja, dat moet je nemen. En daar gaat het over met rendement. Rendement is het percentage van energie die dus nuttig wordt gebruikt. Dus hier, die 0,3 kilojoule. Kun je afvragen van, hoeveel rendement is hier aanwezig? Wat is het rendement van een marathonloper? Nou, je hebt twee soorten energie die hier van belang zijn. Namelijk de energie die hierin stopt, 1,5 kilojoule. En de energie die er nuttig uitkomt, 0,3 kilojoule. En hoeveel procent is 0,3 van 1,5? Oftewel, je moet het op elkaar delen, maal 100. En dan zie je dat het rendement is 20%. Rendement, daar gaat het even over. Wat is symbool voor rendement? Dat is de Griekse letter eta. De formule voor rendement, nou heb ik in feite ze net al gebruikt. Dat is het nuttig deel gedeeld door het totaaldeel maal 100%. Dat kun je met energie doen, maar je kunt ook met arbeid doen. En de formule geeft natuurlijk ook altijd de eenheid. En wat is de eenheid hier? Nou, je ziet dat je energie deelt door energie. Oftewel, het is gewoon een eenheid van niks. Ja, je zou eventueel een procent erachter kunnen zetten, maar een procent is eigenlijk ook niet een echte eenheid. Oftewel, rendement heeft geen eenheid. We gaan weer terug naar onze schijnwerper. Lukt het of lukt het niet? Nou, stel je voor, die schijnwerper doet 200.000 joule aan de lichtenergie. Dat is redelijk. Dat betekent natuurlijk, wet van behoud van energie, dat er ook 200.000 in moet. Maar die lamp, die wordt warm. En warmte is energie. En als die warmte nou eens een 50.000 joule is, dat betekent dus dat de lamp 200.000 joule licht, 50.000 joule warmte. Oftewel, die lamp heeft geen 200.000 nodig, nee, die heeft 250.000 joule nodig. Oftewel, wat is het rendement van de lamp zelf? Probeer het eventjes zelf uit te rekenen. Ja, het rendement is wat er nuttig uitkomt, gedeeld door alles wat erin gaat. Oftewel, nuttig is die 200.000, en wat erin gaat is 250.000 keer 100%. En betekent dat het rendement van de lamp 80% is. Dat is een best hoog rendement trouwens voor een lamp hoor. Maar hoewel, tegenwoordig met de LED-lampen komen ze denk ik toch wel in de buurt van de 80%. Dat is de lamp. Maar dat betekent dat een zonnecel, even kijken hoor, wat zou het rendement van een zonnecel zijn? Even opzoeken. Ja, ah, kijk, hier staat het al, gelukkig. Het rendement van een gangbare zonnecel ligt tussen de 15 en de 20%. Dat is een stuk lager dan die 80%. Dat. Goed, dat betekent dus, wat komt er dan uit? Nou, E nuttig is rendement maal E in. Kijk, dan kun je deze formule, ja, die kun je dus zo omzetten dat er komt te staan E nuttig is rendement maal E in. Invullen. En dan doe ik eventjes een heel goed zonnecel. Dus 20%. 20% is natuurlijk gelijk aan 0,2.
maal wat erin gaat, nou het was 200.000 joule wat erin gaat, betekent dus dat ik maar 40.000 joule eruit haal. En ja, 40.000 joule, kijk hier, ja, door het draden heen, nou daar komt heus niks bij. Oftewel die 250 joule, die haal ik nooit te nimmer. Het is jammer. In plaats van energie joules kun je natuurlijk ook spreken over vermogen. Het is vaak zo natuurlijk dat bij een lamp, daar staat een vermogen op. Dus, en ook bij een zonnecel heb je vaak het uitgangsvermogen. Dus in plaats van energie mag je ook best met vermogen doen. De lamp. Stel je voor, 2500 watt is zo'n lamp. Nou, dat staat erop. Dan kun je je afvragen van, hey, 2500 watt, is dat veel? Ja, stel je voor, hij gaat 8 uren aan na een werkdag. Hoeveel energie ben je dan kwijt? Nou, eventjes opschrijven. Vermogen 2500 watt. De tijd is 8 uur. En natuurlijk even in secondes. Waarom? Kijk, die 2500 watt. Watt is eigenlijk hetzelfde als joules per seconde. Oftewel, iedere seconde moet er een energie van 2500 joule worden geleverd. Hoeveel energie ben je kwijt? Nou, P keer T. Die 2500 maal het aantal seconden. En dat is behoorlijk veel. Nou, eventjes nullen tellen. En dan even kijken hoor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, 72 miljoen joule. Dat kan ook anders. Namelijk, als je gewoon weer E is P keer T doet. En dan vul ik voor P niet 2500 in. Maar ik vul voor P het aantal kilowatt in. En voor T vul ik niet het aantal seconden in. Maar vul ik het aantal uren in. Dan kom ik op 8 keer 2,5. En kom ik op 20. 20. En wat is de eenheid? Nou, ik doe kilowatt maal uur. Dus 20 kilowattuur. Dat is een gangbaardere energiemaat zolang je met elektriciteit werkt. Kilowattuur is dus gewoon een eenheid voor energie. Wat vooral gebruikt bij elektrische energie. Hoeveel is 1 kilowattuur? Nou, 1 kilowattuur, kijk, daar staat het, is 1 kilo maal 1 watt maal 1 uur. Als je dat nou eens invult, een kilo is 1000, watt is joules per seconde en 1 uur is 3600 seconden. Dan zie je dat de secondes, ja, daar staat die onder en daar staat die boven, dus die kan ik wegstrepen. Dat betekent dus dat ik alleen maar de joule overhoud. Oftewel, 1 kilowattuur is 1000 keer 3600. Oftewel 3,6 keer 10 tot de macht 6 joules. Staat trouwens ook in Binas tabel 5. Kijk, een stoommachine heeft energie uit brandstof. Kolen bijvoorbeeld. Maar het zou natuurlijk ook gewoon een benzinemotor kunnen doen. En dan heb je benzine. In ieder geval, er komt nuttig arbeid uit. Ja, beweging meestal. Maar vooral met een stoommachine en andere verbrandingsmotoren heb je natuurlijk ook een hele hoop warmte. En warmte is dan meestal, helaas, verlies. Warmte, hoofdletter Q, dat is gewoon in feite energie. En ook hier kun je dat berekenen met arbeid, maar dan niet de nuttige arbeid, maar de arbeid verricht door de wrijving. Wrijving is hetgene wat warmte veroorzaakt. Want stel je voor, nou, je hebt een blokje, die geef je even een duw naar rechts toe, dan stopt hij na een gegeven moment en het stopt. Waarom? Omdat er wrijving is. En die wrijving, ja, als je een infraroodkamer zou hebben, dan zul je zien dat er warmte even ontstaat. En die gaat natuurlijk daarna weer weg. Het is verlies. Ja, en dat komt door wrijving. En wrijving heb je ook bij het fietsen. Ja, ook als je met constante snelheid gaat, dus dat de energie gewoon constant blijft, er hoeft niks bij, moet je nog steeds energie erin stoppen. Ja, je moet blijven trappen. En waarom is dat zo? Nou, helaas door de wrijving. Ja, er gaat iedere keer arbeid in de wrijving zitten en daar heb je energie voor nodig. Welke wrijvingen heb je allemaal bij het fietsen? Nou, eerst de wielen. Nou, de wielen gaan rond over het oppervlak. Dan krijg je een rolwrijving, rolweerstand. En een hele belangrijke is natuurlijk de luchtweerstand. Belangrijk is dat altijd iedere wrijvingskracht is altijd tegengesteld aan de beweging. Oftewel,
Het probeert altijd het spul tegen te houden. We kijken eerst eventjes naar de rolweerstand. Waar is die afhankelijk van? Nou, even een wiel bekijken en dan zie je dat de onderkant van het wiel een beetje ingedrukt is. Althans, de band. Ja, en daardoor ontstaat de rolweerstand. Als je zo'n wiel eens bekijkt, ja, dan zie je dus dat met een smalle band dat contactoppervlak veel kleiner is dan een brede band. Want wel een smalle band heb je minder weerstand. En die wielrenners hebben meestal hele smalle banden. En wat ook van belang is, is hoe hard heb je zo'n band opgepompt. Als je een knoeterhard oppompt, dan heb je maar een heel klein stukje oppervlak. Dat betekent dus dat je ontzettend weinig rolweerstand hebt dan dat je een zachte band hebt. En dan heb je natuurlijk ook te maken, als je op zo'n fiets bent, van ja, wat is je gewicht? Een beetje confronterend, maar ja, het is wel zo, hè? Als je een behoorlijk gewicht hebt, dan zul je natuurlijk ook weer een groter contactoppervlak hebben. Het heeft natuurlijk ook te maken met de fiets zelf, hè? De fiets van gietijzer of een fiets van carbon, dat scheelt ook nog een stukje. Oftewel, rolweerstand hangt daarvan af. Goed, dan vervolgens gaan we naar de luchtweerstand. Waar hangt de luchtweerstand vanaf? Nou, we kijken ook weer eventjes. Kijk. Je ziet hier een auto met een caravan en ja, je ziet de lucht er al rondheen dwarrelen. En dan kun je voorkomen door zo'n spoiler op de auto te zetten. Kijk hier, mooi spoilertje. Oftewel, luchtweerstand is afhankelijk van de stroomlijn van het voertuig. Behalve de stroomlijn heb je ook te maken met, nou, kijk, dit is een gewone fietser, een triathlon en nog kleiner, de lichtfiets. Maar op iedere fiets zit wel dezelfde berijder. Oftewel, waarom is een lichtfiets beter dan een normale fiets? Dat heeft te maken met het frontaal oppervlak van het voertuig en in dit geval ook van de bestuurder. Daar heb je ook mee te maken. En tenslotte, eigenlijk een van de belangrijkste dingen met luchtweerstand is de snelheid. Ja, want snelheid is een ontzettend grote factor. Als hij er niet is, als je stilstaat, ja, dan heb je natuurlijk ook geen luchtweerstand. Dan, ja, de lucht staat dan ook stil. Maar als de snelheid toeneemt, dan zal de luchtweerstand ook toenemen. En belangrijk is, ja, kijk, even naar het voorbeeld. Ja. Als de snelheid halveert, ja, dan gaat het brandstofverbruik niet ook met de helft naar beneden. Nee, die gaat wel met 75% naar beneden toe. Oftewel, het is niet een 1 op 1. Nee, het is als de snelheid 2 keer verhoogd wordt, dan wordt de luchtweerstand 4 keer verhoogd. Of andersom natuurlijk, als de snelheid 2 keer zo klein wordt, wordt de luchtweerstand ook 4 keer zo klein. Oftewel, de snelheid is een grote factor. Kortom, rol en luchtweerstand, de twee weerstandskrachten bij het fietsen. Je hebt natuurlijk nog een andere weerstandskracht, namelijk ja, die gleed eventjes vooruit. Oftewel, de volgende weerstandskracht is de schuifweerstand. De schuifweerstand is eigenlijk hetzelfde als rolweerstand. Ja, contactoppervlak en massa, maar het schuiven moet je eigenlijk voorkomen. Hè? Je moet alleen rollen en eventueel luchtweerstand. Schuifweerstand, ja, is voor een voertuig in ieder geval niet van belang. Hè? Als je gaat remmen, dan moet je een antiblokkeersysteem, althans bij auto's is het zo. Hè? En met een fiets moet je eigenlijk ook niet schuivend tot stilstaan komen. Een beetje zonde van je band. Kortom, schuifweerstand doet eigenlijk niet echt mee. Betekent dat, wil je energie besparen, dan moet je dus proberen rolweerstand en luchtweerstand zo klein mogelijk te maken. Oftewel, contactoppervlak zo klein mogelijk, massa zo klein mogelijk, stroomlijn zo ideaal mogelijk, frontaal oppervlak zo klein mogelijk en de snelheid eigenlijk ook zo klein mogelijk. In ieder geval een beetje in de gaten houden. Er is nog een andere manier van energie besparen en dat is dat je kijkt van, hey, de energie die je kwijt bent, kun je die weer herbruiken. Even een klein filmpje om te kijken wat ermee wordt bedoeld. Kijk, je hebt hier een voertuig en die gaat naar beneden, dus hij verliest hoogte-energie. Maar die hoogte-energie
die wordt opgeslagen en dan wordt die weer gebruikt om omhoog te gaan. Ja, je hergebruikt dus de energie die hij verloren heeft. Kan ook op een andere manier. Stel je voor, je hebt een bus en in de bus zit een ontzettend grote zware cilinder, een schijf. Als de bus nou gaat remmen, dan wordt energie, de kinetische energie die verloren gaat, die wordt opgeslagen in die schijf, die ontzettend massieve, zware schijf, die gaat in beweging, die snoept de beweging af van de bus zelf. En als nou de bus weer wil gaan rijden, dan gebeurt het omgekeerde. Dan zal de bewegingsenergie die in de schijf was, die zal weer terug worden gegeven aan de wielen in ieder geval. Oftewel, de bewegingsenergie die wordt eerst verloren, maar er wordt opgeslagen en die komt dus later weer terug. Oftewel, je gaat remmen met zo'n schijf en zo'n schijf wordt een vliegwiel genoemd. En dat vliegwiel zie je hier op een plaatje terug. En je kunt nog slimmer gaan. Stel je voor, een schoolbus heeft geen benzinemotor, maar die heeft een elektrische motor. Kortom, hij werkt op elektrische energie. Als je dan remt, dan kun je die bewegingsenergie ook stoppen in een dynamo. En die dynamo, of eventueel generator, die levert elektrische energie en die kan worden gebruikt om de accu weer op te laden. Kortom, die kan later weer worden gebruikt om een elektrische motor weer te laten draaien. Kortom, remmen kan ook met een dynamo of generator. Als een dynamo generator, kijk, die zie je hier zitten. Op deze manier dus, met het hergebruik van energie die je normaal verloren bent, kun je dus het rendement wel weer opkrikken. Maar rendement kan nooit groter dan 100% zijn. 100% dat kan niet. Ondanks wat er ook allemaal op YouTube zit met allemaal mensen die denken van dat ze de eeuwige beweging hebben uitgevonden. Oftewel het perpetuum mobiel. Nou, dat is een fabeltje. En kijk uit. Dat is leuk, want dat doen we wel. We gaan eruit. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot horens. Tot ziens.